En ik ga mij even opmaken. En ze zijn wel lekker zacht van binnen. Goedemorgen, het is woensdag. Ik maak even een bakje koffie voor Joris. Die werkt vandaag namelijk een dagje thuis. Dus dat vind ik eigenlijk wel gezellig. Kan ik een beetje voor hem zorgen. Koffie maken, eens een keer een boterhammetje smeren. Hier een appeltje schillen en een mandarijntje pellen. Terwijl hij dan lekker ondertussen hier zo'n beetje doorwerkt. Goedemorgen, schatje. Goedemorgen. Dus vandaag verder bij mij op de planning niet zo heel veel. Ik heb gisteren een wasje gedraaid en die wil ik vandaag even op gaan ruimen. Overhemden van Joris had ik gewassen. Dus die moeten gestreken worden. En ik verwacht een aantal pakketjes die ik gisteren had besteld bij bol.com en op Amazon. Nee, die komt morgen pas. Zalando, volgens mij. Joris, de nieuwe pantoffels, die komen ook binnen vanavond. Dus ik ga eerst even voor Joris koffie zetten en voor mezelf een ontbijtje maken. Mijn ontbijtje, zoals jullie ondertussen wel weten, yoghurt met zelfgemaakte granola. Als je wil weten hoe je deze maakt, in de video van vorige week heb ik het laten zien. En ik zal hem eventjes hier bij het i'tje linken en anders beneden in de beschrijving. Met blauwe besjes erin en een glaasje Cool Best, zoals ook altijd de laatste tijd. Het is inmiddels 10:50 en ik ga mij even opmaken. Dat probeer ik nu steeds dagelijks vol te houden, dan gaat dat nu toe goed. Alleen afgelopen zondag, toen zei ik tegen Joris, ik zeg nou ook echt een dag thuis, gewoon even helemaal niks. Gewoon mijn eigen, nog net aankleden en dat is het eigenlijk. Ik had ook echt een knot op mijn hoofd. Dus dat was eigenlijk best wel lekker. Dan ga ik zo meteen, je ziet het al daar ook hangen. De was die ik heb gedaan, eventjes lekker opruimen. Ik heb gisteren ook het dekbed verschoond, dus dat heb ik ook al gewassen. Dat ligt er ook nog. Hangt op de reling. Dus die ga ik ook mooi eventjes opvouwen. Opruimen. En ik heb nog een witte was. Die ik erin wil doen. Op de een of andere manier gaat de ochtend echt veel sneller nu. Joris thuis is. Hoewel dat er gewoon iemand thuis is. Dan heb je eens een keer aanspraak. En kan er een keer iets voor zorgen. Dus ik heb al lekker een appeltje voor me geschild. Koffie gemaakt, thee gemaakt. Een beetje opgeruimd. Dus dat is eigenlijk toch wel heel fijn. En voor de rest is het afwachten. Ik heb het nog niet aan jullie laten zien, jongens. Maar de buik is er nog steeds. Hij is er nog niet. Dus we zijn nog steeds aan het afwachten. Niet of ik dat verteld heb, maar ik heb voor 1 maand HBO Max afgesloten. Hoewel
Ik heb met mezelf en met Joris afgesproken dat ik het voor 1 maand doe. Volgens mij heb ik dat wel verteld in de vorige vlog. Die heb ik in eerste instantie afgesloten voor de Harry Potter reunie te kunnen kijken. En toen dacht ik, nou, als ik hem toch heb, dan kan ik er maar beter goed gebruik van maken ook. Dus ik heb de Gilded Age afgekeken. Als je van Bridgerton houdt, dan ga je daar ook zeker van houden. Dus als je dan HBO Max hebt, je hebt het toevallig al, dan kun je die ook zeker gaan kijken. Een goede aanrader. Het zijn maar 9 afleveringen, dus om daar nou per se een abonnement voor af te sluiten, dat moet je even zelf weten. Tenzij je hem in 1 keer uit kan kijken, dan is 8 of 9 euro geloof ik zo'n abonnement misschien wel gewoon de moeite waard. Maar toen ben ik dus even verder gaan kijken wat er nog meer op stond. En dat was Legacies. Ik denk dat de meeste meiden vooral van mijn leeftijd ongeveer zo, misschien net iets ouder, net iets jonger nog net, de Vampire Diaries wel kennen. En dan ken je waarschijnlijk ook de Originals. De Originals is weer een spin-off van de Vampire Diaries. En nu is Legacies weer een spin-off van de Originals. En ik wist wel dat die bestond, maar die was dus nergens op te bekijken. Die was dus niet op Videoland. Hij stond niet op Amazon Prime en hij stond niet op Netflix. En toen was ik dus gisteren door HBO Max aan het zappen. En toen zag ik ineens de Vampire Diaries. En een paar dingen later zag ik de Originals. Ik denk, ja, dat moet bijna wel hier Legacies dus ook op staan. Dus ik verder zoeken. En inderdaad, Legacy staat er ook op. En dat gaat voor de mensen die dus wel de Originals kennen over Hope, de dochter van Niklaus Michelsen. En hoe heette ze ook alweer? Haley. Ja, volgens mij heette ze zo. Daar gaat het dus over. En over de school die Alaric uit de Vampire Diaries opzet samen met Caroline. Daar gaat het over. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ik denk, ja, als ik dan toch nog steeds dat abonnement heb voor die 1 maand. Dan gaan we daar ook maar mee verder kijken. Maar ik heb zomaar het gevoel dat ik hem nog 1 maand moet verlengen. Want het zijn namelijk 4 seizoenen die daarop staan. Een aflevering is natuurlijk 3 kwartier. Dus dan kijk je niet zomaar. Ik heb alleen nog niet gekeken hoeveel afleveringen in een seizoen zitten. Maar het is niet dat je hem even binnen een dag helemaal uitkijkt. Dus met Bridgerton wel had. Maar er waren er maar 8. Dus daar viel alles mee. Dus, tipje. En tot nu toe, hij valt niet tegen, moet ik zeggen. Je moet er wel van houden, hè. Want als je niet van de Vampire Diaries houdt en niet van de Originals houdt, ga je hier ook totaal niet van houden. Maar als je denkt van, hey, ik heb die Vampire Diaries en de Originals gezien. En ik wil dat ook zien. Kun je dus op HBO Max kijken. Zo, alleen mijn ogen nog. We zijn trouwens ook echt heel benieuwd naar hoe de kleine eruit ziet. De laatste tijd hebben we het daar wel eens vaker over. Joris hoopt heel erg dat de kleine mijn ogen heeft, zegt hij. Zo. Ik ben zo benieuwd. Dat is misschien nog wel het dingetje waar ik het meest naar uitkijk. Je hebt een baby, maar je weet gewoon niet hoe die eruit ziet. Dat is echt zo bizar. Ja, die zie jij straks voor de eerste keer ontmoeten. En dan denk je, ah, en wat heeft hij dan van Joris en wat heeft hij van mij? Hij had wel, volgens Joris op de laatste echo die we hadden met 36 weken, zei hij echt dat hij zijn neus heeft, dus wel van zijn kant van de familie. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de kleine eruit gaat zien. Yes, even handen wassen, tanden poetsen en dan ga ik deze was opruimen. Couldn't
mocht je je trouwens afvragen waarom ik het dekbed eruit heb gelaten. Ik heb het de laatste dagen echt snik en snik heet. En zeker nu de temperaturen wat omhoog gaan. Dus wij slapen eigenlijk alleen maar onder deze sprei. En onder het laken waar normaal het dekbed ingaat. Ik sowieso, maar Joris krijgt het aan het eind van de nacht. Begin van de ochtend altijd een beetje frisjes. Dus vandaar dat ik hem los erop heb liggen. Vaak aan het einde, voordat we gaan slapen, leggen we hem zo hier. En dan kan Joris hem 's morgens over hem heen trekken. Dan heeft hij het warm genoeg, zeg maar, om dan nog verder te slapen. Maar ik zweet mijn eigen helemaal de pestbokkes. En zeker ook omdat je vanaf week 37 zo'n matrasbeschermer onder mijn gedeelte van het bed moet leggen, zeg maar. Voorstel dat 's nachts in één keer je vliezen breken. En in ieder geval gewoon sowieso voor de bevalling om je matras te beschermen. Stel dat je het thuis wil doen. Dan dat ding, dat zweet, dat laat niet echt vocht door. Want dat is de bedoeling om je matras natuurlijk te beschermen. Maar ik heb het al heel snel warm. Dat sowieso was het al voor de zwangerschap. In de zwangerschap heb ik het sowieso al nog veel warmer. En nu met dat ding, 's nachts, ik hou het gewoon niet uit. Dus ik lig echt bijna gewoon alleen maar in mijn shirt 's nachts gewoon van... Dat ik denk, warm! En dan zeker wanneer de temperaturen nu nog eens stijgen. Dus vandaar dat het even bij ons er nu op deze manier uitziet. Ondertussen is het 11:50. Dus alles is lekker opgeruimd. Ga ik zo meteen even lunch maken voor ons. En daarna ga ik de overhemden strijken. Ik had gisteren overhemden gewassen. Dus die kan ik dan mooi even gaan strijken. Lunch voor mezelf gemaakt. 1 boterhammetje met geitenkaas. 2 boterhammetjes met kip mango salade. En als toetje graag nog steeds mijn korstje met Nutella. En voor Joris heb ik lekker boterhammetjes met pindakaas gemaakt en eentje met hagelslag. Smakelijk! Eens meer. Nu hoop ik dat ze passen. Ja. Dat zou best fijn zijn. Dat zou zeker fijn zijn. Nice. En ze zijn wel lekker zacht van binnen. Ik denk dat ze best groot zijn. Groot? Ja. Ja. Dat mag niet, hè? Nou. Als ik het zo zie. De achterkant. Loop je zelfs een beetje op het randje bij je rechtervoet. Daar zit ik er goed in. Ja, maar je rechtervoet. Dat is je links. Dat is je rechter. En? Ja. Het zal even wennen zijn, denk ik. Ja, sowieso. Joris heeft voor ons lekker eten gemaakt. Krieltjes uit de airfryer. Kip gehakt schnitzels. En we hebben deze keer gekozen voor wat snoepgroenten. Gewoon komkommertjes, worteltjes en paprika. Dat zijn allemaal dingen die wij lekker vinden. Dus lekker makkelijk om zo te snacken bij het eten.
Het is pas 7 uur, maar ik ga hierbij toch eventjes de vlog afsluiten. Ik moet zeggen, ik heb vanmiddag de uitvaart gekeken van mijn tante. Die is vorige week helaas overleden. En dat kon ik online doen, want de uitvaart was in besloten kring. Maar dat heeft toch wel iets meer indruk op me gemaakt dan dat ik in eerste instantie had verwacht. Ja, dat is een beetje een stom, misschien iets om te zeggen. Maar net na de uitvaart had ik zoiets van, oké, ik denk wel dat het weer gaat. Maar nu voel ik toch wel van, toch emotioneler. Dus ik ga zo meteen ook even kaarsjes aansteken daar. Bij opa en bij de oma van Joris en bij de opa van Joris. Dus ik ga gewoon eventjes lekker vanavond met Joris op de bank zitten en relaxen. Dus ik hoop dat je de video leuk vond. Als dat zo is, vergeet het dan zeker niet een duimpje omhoog te geven. En je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Iedere zondagochtend om 11 uur probeer ik, zolang het nog gaat, voor jou een vlog online te krijgen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!